Ook dit jaar was er in Asten weer een decemberactie voor de minima. En wel voor de 21ste keer. Austeer Jonikaite van Siris TV was op vrijdag 24 november in de Plus Supermarkt waar de actie werd gehouden. Nou heren, we staan hier voor een heleboel producten, want het is nou de decemberactie en jullie zijn hier ooit mee begonnen. Hoe is dat gegaan? Nou, het is al heel lang geleden, 21 jaar geleden, toen was ik zelf nog behoorlijk jong. Toen ging vanuit de prochie, had eigenlijk het idee en ook het gilde hadden het idee van we moeten iets voor de minima doen. En december is toch altijd een maand waarbij je denkt van aan een ander. Dus toen was het idee goud geboren om een actie op te zetten voor de minima. En daar is dit uiteindelijk uitgegroeid. Heel kort werkt het zo. Je koopt een paar producten voor de minima. Die worden voor verzameld en die worden naderhand uitgedeeld aan de mensen die het nodig hebben. En hoe is de samenwerking tussen twee groepen eigenlijk ooit echt ontstaan? Hoe dat die ontstaan is? Vanuit de traditioneel. Het gilde is vanuit de traditionele gebruiken altijd voor de mindere geweest. En in de jaren rond het eind van de vorige eeuw, toen was hier de EDA gevestigd en die gaven spaarzegels uit. En aan de hand van die zegels is toen de spaar mee actie, ze heette het toen, konden ze zegelbonnen inleveren. En dan kregen ze daar producten voor de minima. Die kwamen eerst samen op bij de kerk, bij de pastorie. En die werden verzameld. Tegenwoordig is voor het producten. En het eindproduct wordt dan afgeleverd bij de minima, inderdaad. En die samenwerking is fantastisch. Ik kan niks anders zeggen. Nu doen wij dus met vier instanties. Dat is de Franciscusparochie, het Sint-Joris-gilde. De coördinerende factor is de ONUS. En de Plus, die moet je natuurlijk niet vergeten, want dat is de grote man. Hè? Ja. Daar gaat het uiteindelijk van vooruit. En door een prettige manier van samenwerking lukt dat altijd. Het is net een voetbalspel. Hey, ik speel de bal en ik ga naar de klant. En die klant reageert. Weet je wat ik bedoel? Ja. Die wisseling is er. Oké. Okay. Dat gaat fantastisch. Ja. Maar dit gaat dus naar de minima. Maar hoe vinden jullie deze mensen waar het naartoe gaat? Bij de ONIS hebben ze daar een bestand van mensen die het echt nodig hebben. En wij hebben dus goede contacten met ONIS. En dan gaan we met Henny eens praten van wat kunnen wij betekenen voor die mensen die bij jullie in de kaartenbak zitten. En dan komen we heel gauw tot een overeenstemming van hoe we het gaan doen en wie ervoor in aanmerking komen. En dan helpen we elkaar. En dan komt elk jaar dat heel goed uit. Ja. En deze actie is dus vandaag en morgen, 24 en 25 november. Ja. Wat verwachten jullie dat jullie nou gaan ophalen? Nou, ophalen niet. We hebben voor een capaciteit voor 100, minimaal 100 pakketten gaan we maken. En in elk pakket komt er dit in zitten. Dus we hebben straks 100 tassen gevuld met dit en een kaartje erbij. En die kunnen de minima of degene die daarvoor in aanmerking komen, die kunnen die dan dinsdag, dacht ik, hè? Dinsdag opkomen halen. Die krijgen daar ook bericht van natuurlijk. Dat is allemaal logistiek goed geregeld. Dinsdag kunnen ze dus allemaal opkomen halen. Ja. En jullie zijn nu al een paar uur bezig. Hoeveel pakketten hebben jullie nu al verkocht? Oh, dat heb ik nog niet te zeggen. Hoeveel pakketten hebben wij verkocht? Het loopt redelijk goed. Ja, dat zie je lopen op een gegeven moment. Het is dus niet van je kunt zeggen zoveel pakketten hebben we. Dat kunnen we pas zeggen als alles verkocht is natuurlijk. Hè? Want dan moeten we al die dingetjes verkocht hebben. Bijvoorbeeld die wasmiddelen, die staan daar. Staan er nog een paar, maar op een gegeven moment dan zijn ze op. En dan gaat de rest en dat nog, tot alles kwijt is. En dan hebben we genoeg verkocht voor 100 pakketten. Die grote doos, dat is dus het totaalpakket. Kan ik ongeveer schatten, een waarde van 33 euro. Ja. Per pakket. Oké. Okay. Maal 100. Je zegt deze grote doos, dat is een totaalpakket, maar wat zit er dan zowat in? Och, yes. Appels, champignonsoep, aardappelpuree, appelmoes, zilvervliesrijst, abrikozenjam, koffiesnelfintermaling, halve perziken, sperziebonen, Engelse melange, appelsap, ribbeltje natural, pasteibakjes, wasmiddel, kippenragout, frischel. Plus fusilli, wat dat mocht zijn, spaghetti traditionale en kerstkoekjes. Totaal 18 producten. Kijk, maar dat heb je zo helemaal uit je hoofd voorgelezen. Nee, dat is makkelijker als dat voor me staat.
Ben Spronk, je komt hier toevallig binnen en je bent ooit zelf begonnen met dit project. Hoe vind je het om te zien dat het er nog steeds staat? Nou, om je eventjes bij te praten, ik heb het 19 jaar gedaan, dit hele verhaal. Dus ik weet precies waar het over gaat. En 2 jaar geleden heb ik dus de zaak overgedragen, want toen vond ik het wel mooi geweest. Toen hadden we iets van 15.000 euro aan spulletjes verzameld voor de minima. Dus zodoende. Ja. Maar het is dus wel in goede handen overgegaan. Het is zeker in goede handen overgegaan, want het doet mij deugd om dat hier vandaag weer aan te treffen. Ja. En ga je vandaag zelf ook iets doneren aan de minima? Wat zeg je? Ga je vandaag zelf ook een pakketje voor de minima kopen? Geen probleem, natuurlijk. Altijd meedoen. Ja, het hoort erbij.